we zijn nu bijna op locatie. Als het goed is, na deze bocht moet hij te zien zijn. Daar is hij aan de linkerkant. Zien we de locatie. Alleen nou nog binnen zien te komen. Ik ben Etienne Nessels. Ik ben fotograaf. Niet als vast beroep, maar wel als hobbyfotograaf, zeg maar. Dagelijks leven ben ik gewoon timmerman, dus compleet anders. Heb ik ook nog een eigen bedrijf in samen met mijn pa. Ja, ik ga er graag op uit voor Urbex-fotografie. En Urbex-fotografie is dus het bezoeken van verlaten panden, huizen, boerderijen, kastelen, industrie, noem ze maar op. Eigenlijk mag het helemaal niet, want het is natuurlijk, je komt ergens binnen waar overal borden staan verboden toegang. Maar dat maakt het juist zo spannend en leuk. Er leven altijd gevaar aan. Zoals die trap hier beneden. En toen je naar boven liep, nou, je zag het water er soort van gewoon van afstromen. Vorig jaar was het nog een stuk minder. Toen was ik hier ook in dezezelfde woning. En als je ziet wat er in een jaar tijd kan veranderen. Alleen al door de natuur, dus door de regenval en alles wat dan verrot gaat, dat is echt bizar. Daartegenover wonen mensen, die zijn gewoon wakker. Stel dat je hier horen, blijf ik liever op zulke locaties stil voordat we betrapt worden. En ik wil toch eerst mijn foto's binnen hebben. Onder het urbex is er eigenlijk maar één regel en dat is je voetstappen laat je achter. En je foto's die je maakt, die neem je mee. Dit was locatie 1. Op naar de volgende. We zijn onderweg naar Bureau Centraal. Dat is een locatie in Frankrijk. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar hij staat al een tijdje op mijn lijst. Het schijnt een hele mooie locatie te zijn met veel fotogenieke plekken. En we gaan het meemaken, we gaan het zien. Ik moet in deze straat ergens zijn, dus we gaan even zoeken. En een locatie die ik sowieso nog niet bezocht heb, dus de ingang is voor mij ook nog een raadsel. Ik weet hoe ik over het eerste hek heen moet komen, maar dan nog binnen zien te komen en dat valt niet mee, zo te zien. Er moet ergens een trap naar boven zijn, maar ik weet nog niet waar. Ja, nou, dat hier gewoon mensen op kantoor of gewerkt hebben en gelopen en... Hoe lang staat het al leeg? En ja, echt bizar. Ik hoop dat hij een beetje in de midden staat zo. Dus we gaan er even eentje maken. Ja, dan hou je die passieve nou. Door het zien van een foto. Van een verlaten kasteel. En dan gewoon eigenlijk zelf daar naartoe willen om dan daar die foto's te gaan maken. Over het algemeen doe je het altijd met twee man minimaal. Puur om voor de veiligheid. Stel dat er iemand een keer van de trap dondert of in zo'n gat. Want daar zit een heel mooi gat. Voorbeeld al om waar je zomaar in kan vallen. Als je het even over het hoofd hebt gezien. En dan kun je elkaar in elk geval helpen. Er heeft gewoon net dat ene boompje in deze hele hal. Geeft net dat ene kleine beetje kleur. Dit. Zoals het hier daar binnen ging, is echt het ultieme urbex gevoel. Je moet klimmen, je moet door een gat heen kruipen. De spanning dat je betrapt wordt door een kelder naar boven zien te komen om daar dan je foto's te gaan maken, omdat het in de kelder veel te donker is natuurlijk.
En dan ook weer terug naar buiten, ook weer klimmen, klauteren. Dit is gewoon zoals het hoort, urbexen. Top.